Nou, kijk, elk project dat uitgevoerd wordt, moet je tevreden zijn. Ja? Maar soms ben je niet tevreden met betrekking tot de slogan, de achterliggende gedachtegang van decentralisatie. En wanneer er vele, vele Nigeriaanse ondernemers ook hebben geklaagd. Ja, nou niet geklaagd, eigenlijk later geklaagd, meegedaan aan de inschrijving en ze niet in aanmerking zijn gekomen en drie stedelingen, dan vraag je af hoe waar en hoe echt is de decentralisatie. Heeft men misschien niet te hoog ingeschreven? Nee, er is een raming en wanneer je binnen de 10% blijft, dan zou je in aanmerking moeten komen, 10% hoger of lager. Maar wanneer ik iemand inschrijf om deze school voor 10 gulden te bouwen, dan kan je zeggen, hij is goedkoop, geef hem ook. Maar in ieder geval, elk initiatief, elk project, dat gearrangeerd wordt, daar moeten we naar gaan kijken. En moeten appreciëren en kijken hoe het is. Wat we wel moeten gaan kijken, en dat schijnt schering en inslag te zijn, misschien landelijk, zeker ook in Nikeri. En die gesprekken heb ik ook in Paramaribo gevoerd. Dat ministeries elkaar niet in de wielen lopen. Ja? Want er is ook via een ander ministerie inschrijvingen gehouden voor min of meer hetzelfde werk. Waarbij dus Nikeri niet gekend is. En daar ben ik wel tegen gekant. Wanneer er inschrijvingen zijn gehouden en middelen zijn vrijgemaakt voor een bepaald project, dan moet er op toezien dat ook niet andere mensen met overheidsmiddelen hetzelfde zogenaamd gaan uitvoeren. En daar moeten we op letten. Al bij al is het weer een mijlpaal, het is goed. We moeten een schoon Nikeri hebben, maar we moeten wel letten hoe het gebeurt. Twee zaken die gelijk opvallen wanneer ik u zo hoor praten. Eén, het zou eventueel beter of goedkoper kunnen. En twee, we zouden harder aan de weg moeten gaan timmeren dat we onze zaken zelf klaarstomen. Ja, laat me zeggen, wanneer je zaken in eigen beheer neemt, dan is het altijd goedkoper. Kijk, als we een inschrijving zouden hebben gehouden voor deze school, landelijk elders is het gebeurd. Maar wanneer je praat over resocialisatie, vertrouwen in eigen kunnen, tonen wat je zelf kan, en we praten ook dan weer over decentralisatie, dan zou het moeten. Maar anders is het zo dat wij ook regels hebben. Je moet ook weten wanneer mensen hun geld geven. Het zijn mensen die ook hun regels hebben. En if ino go volgens de maar regel, ino fena monito. Dus je kan niet onderuit. Maar ik zeg ook één ding. Nigeriaanse ondernemers die schrijven niet in Paramaribo of Para en Brokopondo. Dus we moeten een keertje naar dat punt gaan waar wij zeggen, hey, fotomangs, uno constorja, u libdis di de mangja. En we moeten daarop ook letten. En toch zegt de geestesvader van de decentralisatiegedachte, de heer Ahmad Ali, dat hij tevreden is met het verloop van het decentralisatieproces in Nikeri. U bent districtscommissaris, bent u er ook tevreden mee? Niemand is tevreden in het land. Erover duurt me te lang. Te veel rompslomp, te veel regels en terwijl je praat over decentralisatie zie je mensen die niets met het district te maken hebben het hoogste woord voeren. Ja, wat je moet doen in dit district, en straks is dat met Carifesta ook iets. Jij moet zeggen aan de districtscommissaris, hij is de man in het district, hier hebt u 5000, 10.000 of 100 miljoen, gaat u met uw mensen. Kijkt u met uw mensen wat u ermee gaat doen voor het district. Maar je moet niet alles voorgekoud hebben en hier brengen en komen uitleggen nog en alles zelf in de hand houden en eventjes wanneer het moet eventjes het district bij betrekken. Je moet gewoon zeggen, dit is naar money, DC, Yuna Papa district, met uw bestuursdienst. We zijn capabel genoeg, dit is weer een voorbeeld. Ja. Eenaar is een voorbeeld dat wij bepaalde dingen zelf ter hand kunnen nemen. Werk aan de winkel? Werk aan de winkel dat wij daadwerkelijk invulling gaan geven aan onze decentralisatiegedachte en geen verkapte dingen meer doen.